Welkom bij Abik. Nou, vandaag ga ik op pad met Tommy. Hij wordt de nieuwe eerste sorrow in Nederland. Tommy, onlangs ben je uiteindelijk verkozen door het Nederlandse volk om uiteindelijk die rol te gaan vervullen. Ja. En waar moet nou een echte sorrow aan voldoen? Nou, ik denk dat, dat een sorrow is iemand die een heel gepassioneerd persoon is en ja, heel rechtvaardig, strijdlustig is hij. En ja, een hele romantische, rebelse man eigenlijk. Ja, ja. En heb je dat ook allemaal al in je, van nature? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik zie mezelf al als een romantische rebel. Ik kan de ideale schoonzoon zijn als het moet. Ja? En dat is wel een eigenschap die Zorro wel heeft. En ja, gewoon heel gepassioneerd met zijn liefdes bezig is eigenlijk. Ja. Zo ben ik ook. Ja. En je moet kunnen dansen, je moet kunnen acteren en je moet kunnen zingen. Ja. Maar volgens mij had jij vroeger hele andere gedachten hoe jouw leven er uiteindelijk uit zou zien. Hè? Want jij wilde volgens mij straaljager piloot worden. Ja, ik wilde piloot worden als net als elke andere jongen volgens mij. In deze wereld. Maar mijn passie voor het theatervak is eigenlijk pas echt aan beginnen te zwellen vanaf een jaar of 13. En toen ik 17 was, toen deed ik mee in Idols. En toen kwam ik toen bij de laatste 50, alvorens een hele erg extreme blackout te krijgen. En toen was daar een jongen die wees me op de open dag van Lucia Martas. En toen ging ik daar kijken. En toen ik dat zag, toen was ik verkocht. Ja. Het blijft maar koud, hè? Ja, ik heb heel erg behoefte aan slippers en korte broeken. Ja, ik ook. Even terug naar de Mediterraanse sfeer. Even. Ja. Heb je eigenlijk al ontbeten? Nee, nog niet. Ik ga zo meteen nog even snel een broodje naar binnen schrijven voordat de repetitie begint. En je kat wel te eten gegeven? Ja, mijn kat krijgt het netjes te eten. Ja, wat is je grote steun en toeverlaat, hè? Ja, dat is wel mijn beste vriendin. Ja. Lieve huisgenoot. Koffie? Thee of zo. Thee? Ja. Maar wordt het op een gegeven moment ook één grote familie als je hier zo met al je collega's dan iedere ochtend zeg maar hier begint? Ja, absoluut. Het is echt, je merkt... In het begin is het een beetje, heb je natuurlijk een beetje een barrière, omdat we werken met heel veel Spanjaarden en ook Franse mensen. Oh, jeetje. Sorry. Maar je merkt wel dat hoe langer je bezig bent, hoe meer de groep naar elkaar toe trekt. En iedereen is op een bepaalde manier een beetje uit zijn comfortzone of zo. Je hebt de Nederlanders die moeten gepassioneerd flamenco dansen. En dan heb je de Spanjaarden die moeten ineens Nederlands gaan zingen. Dus iedereen die probeert elkaar te helpen. En maar had je al heel snel door dat jij uiteindelijk zou gaan winnen? Nee, natuurlijk niet. Kijk, het is natuurlijk wel... Je was wel iemand met de meeste ervaring. Ja, kijk, op een gegeven moment merk je natuurlijk dat als je nooit in een single staat, dan weet je dat je de meeste stemmen hebt. En dan gaan de pijlen wel een bepaalde kant op, maar je durft er niet echt op te hopen. Omdat je begint toch elke week weer opnieuw en de mensen moeten toch weer iedere keer opnieuw stemmen. Ja. En ik vond het wel heel erg spannend, hoor. En wie worden je collega's allemaal? Of wie zijn je collega's allemaal? Nou, heel veel. Ja. Er loopt hier al wat rond. Ik heb allemaal Spanjaarden aan de koffie en zo. Ja. Good morning. Maar ik voel me heel erg vereerd dat ik naast Lone van Roosendaal, René van Kooten, Michelle Splietelhof, dat zijn Tom Hofman, dat zijn niet de minste. Nee. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ook aan de slag voor Sorrel? Ja. En Tommy is uiteindelijk uitverkoren als de Sorrel. Ja. Ben je het daar helemaal mee eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Trouwens, er is een goede tweede die ook, geloof ik, een beetje mee gaat doen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Enfin, dacht ik, weet ik eigenlijk niet zeker. Nee. Maar hij is er nog niet. Nee. Maar Tommy is een hele grote, goede danser, zanger, prachtige stem. Beetje Spaanse klank ook. Dus hij is de terechte winnaar. Goedemorgen, Marjan. Goh, jij ziet er ook niet veel anders uit in de ochtend. Nee. Goeie. Kan ik jou even kort één ding vragen? Uh-oh. Ja, ik overval je gewoon eventjes, maar wij kennen elkaar al zo lang. Dus dat moet best kunnen. Kan jij mij uitleggen wat nou talent is van Tommy? Oh god, daar staat hij. Nou, ja. Schat, daar ga je. Enorme personality heeft hij. Ja. Hij heeft seksappeal. En ja, dat heb je of dat heb je niet. Nee. En bovendien kan hij ook nog wat, hè? Dat scheelt. Ja. Dat is wel prettig dat hij ook een beetje kan dansen en zingen en een beetje kan acteren. Dus dat is wel leuk. Ja. Maar verder is het een lekker ding gewoon. Ah, ja. Maar is het ook de ultieme sorrow? Dat zullen we afwachten. Ja. Nou, daar is hij. Dit was uiteindelijk de finale, hè? Dit was de finale. Toen had ik net gehoord dat ik had gewonnen en toen moest ik me snel omkleden. Om in het Zorro-kostuum mijn entrance te maken. Mag het masker dragen? Ik heb nu een heel mooi masker gekregen. Dat wordt helemaal in mijn gezicht gegoten. Dit was de voorlopige versie.
Oh, mijn mama en papa. Oh? Ach, die hadden tranen in hun ogen. Die was zo trots. Ah. Allemaal familie? Ja. Teruggezien dit. Wat zeg je? Ik had het nog helemaal niet teruggezien dit. Ja, je doet het toch hartstikke goed, Tommy? Nee, maar ja. Ik ga even terug naar het moment. Weet je wel. Het is best wel een heftig moment. Ja. En er komt de hele cast op. Dat is een prachtige flamenco dansers. Ja. Kijk ze gaan. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Nog vandaag. En groet aan al je collega's. Hè? Zal ik doen. Ja. Oké, hoi. Dankjewel, Tommy. Hoi.